Welkom mensen bij een nieuwe aflevering Theeluiten. Mijn thee is net ingeschonken, dus ja, eigenlijk niet echt nodig dat ik blaas. Want het duurt altijd heel lang voordat die thee altijd een beetje op temperatuur komt, weet je wel. Voordat je tong of je lippen verbrandt. Oh, kijk. Dat is trouwens een icoon van mij. De mop van de kok. Of de mok van de kok natuurlijk, omdat het, ja, mijn eigen mok. En mensen, ik wil het met jullie vandaag hebben deze Theeluiten aflevering die iets later kwam dan normaal, om 8 uur. Over een paar onderwerpen die ik heb opgeschreven. En we gaan gewoon eerst naar het intro. Even gezellig, joh. Even gezellig naar het intro. Gezellig. En toch probeer je een beetje om te drinken. Heel voorzichtig. Maar ik durf het nog even niet aan. We beginnen met het onderwerp Marcus Vlogs. Marcus Vlogs is de jongen van reageren, abonneren. Dat lijkt me een goed plan, weet je wel. Met die bewegingen. Voor je hem niet kent, Rick Broers heeft hem al een paar keer gezegd in zijn video's, geloof ik, wat ik begreep. Of een keer een shout-out naar hem gedaan. En ik doe nou ook een shout-out. Dus ik heb met hem samen een video gemaakt. Onder in de beschrijving kan je het filmpje zien naar zijn kanaal. Dus daar staat hij op. En daarin doe ik een typetje en tijdens een Skype-call. Dus leuk om te kijken, Marcus Vlogs. Even checken. Het tweede ding ga ik even pakken. Ik heb het alvast klaargelegd. Moment. Even wachten. Ja, serieus, het is zwaar. Het zijn serieus 2-3 boeken. En je moet niet denken, Vincent, ben jij een liefhebber van boeklezen? Nee, maar wel als het gaat om het verzamelen van GTA-boeken. GTA San Andreas, GTA 4 en natuurlijk GTA 5. En dit zijn gewoon boeken die je helpen tijdens missies. Dit zijn boeken waar foto's in staan, waar informatie in staat. Foto's van auto's, hints, tips en zo, maar geen codes, geen cheats of zo. Het is ook niet vals spelen, het is gewoon GTA kan je gewoon helpen bij het verzamelen van items. Ik bedoel, in San Andreas zitten ongeveer 200 stuks aan items die je moet verzamelen. En in GTA 4 zitten bijvoorbeeld 100 duiven die je moet vinden en doodschieten. Dat kan je niet allemaal uit je hoofd, dat duurt uren voordat je dat hebt opgezocht. Dus ik heb een boek waarin ik dat vind en ik vind het gewoon op zich wel eerlijk, want je bent er ook gewoon uren mee zoet. En het is ook een beetje een traditie. Kijk, want je koopt het en het is wel heel mooi hoe het eruit ziet als je ze allemaal hebt. Maar GTA San Andreas ben ik een fan van. Daar heb ik echt op de PlayStation 2 helemaal kapot gespeeld. Ik denk rond de 2000 uur. Op de computer heb ik het ook al echt duizenden uren gespeeld. En nu eindelijk is hij voor de 360 uitgekomen in een 1080p versie, dus een vernieuwde versie met achievements. En ik ben helemaal vanaf het begin begonnen. Robby heeft er zelfs een Xbox, heeft ze gekocht en het spel ook gedownload. En die is ook lekker bezig met GTA San Andreas. En het is een fantastisch game, dus als je hem echt serieus nog nooit hebt gespeeld in je leven, het is een best wel grof spel. 18 plus, maar het is op zich te doen. En wat de meeste mensen, kinderen, die spelen vooral wat games voor ouderen. Maar San Andreas is gewoon echt wel een van de beste GTA's, vind ik wel. GTA 5 is ook wel goed, maar San Andreas kan denk ik nooit meer overheen getipt worden qua hoe het in elkaar zit. Maar GTA 5 is weer qua realisme weer fantastisch en ook weer op een hele andere manier gaaf en leuk. Dus je kan eigenlijk niet zeggen van welke de beste GTA is, maar ik vind San Andreas toch wel op een heel hoog punt staan in mijn lijst van GTA's. En ja, dat was een beetje mijn geschiedenis van GTA Freak. Het volgende wat ik ga doen is, heb ik opgeschreven, dat is verjaardag. Waar is die? Oh hier, het is hier. Ik ben nog lang niet jarig. Het duurt nog wel even een maand. En ik ben ook niet zo iemand die gaat aftellen van zoveel daagjes. Het is meestal van, ik ben over 2 dagen jarig, weet je wel. Het is, vroeger ging je het uitbundig vieren. Maar tegenwoordig als je wat ouder wordt, dan heb je zoiets van, ja, YOLO, ik word ouder en het wordt gezellig. Er komen wat vrienden langs, we gaan wat drinken, gezellig kerkcadeautje, dat is altijd leuk natuurlijk, de cadeautjes. En ik heb van Irma vorig jaar een heel leuk fotootje gehad. Ja, dat heeft ze zelf in elkaar gezet en getekend. Ze doet ook op de computer tekenen en dan, of eerst schetsen en dan op de computer natekenen. En dit is dus van Irma gemaakt en dat was vorig jaar, daar was ik heel blij mee. Dus dat laat ik dan eventjes als eerbetoon even nog een keer zien. Als een soort shout-out, Irma shout-out. En ik weet dat fans ook, mensen zoals jullie, willen ook cadeautjes opsturen. Maar dat is allemaal niet nodig. Ik vind het super lief, maar ik heb zoveel spullen al thuis. Ik ben een verzamel iemand, hè. Ik verzamel heel veel dingen. Disney spulletjes, figures, sommige knuffels, Blu-ray films, series, boekjes zoals je net zag.
Games verzamel ik. En ja, het is een beetje apart. Ik heb een hele dure hobby. En dat is dus het kopen van heel veel dingen en spulletjes. Ja, dat is het nadeel dan om mij te zijn en om mijn portemonnee te zijn. Dat is ook heel vervelend soms. Ja, ik wil nog even over mijn kanaal hebben. Want er is een nieuwe serie en er is nogal een beetje vraag over en negativiteit. En dat is De Wereld van de Vinstijl. Wat is dat voor serie? Het is geen normale survival serie. Want jullie weten donders goed dat ik best wel slecht ben in survivalen. Het is niet mijn favoriet. Ik ben altijd in creative bezig. Ik ben serieus altijd in creative bezig. Dat weten jullie donders goed. En dan zie ik mensen toch nog commenten van: Vincent, je gebruikt deze serie als een smoes. Omdat je niet echt kan survivalen. Maar ik wou juist iets nieuws doen. Iets wat nog niet gemaakt was op YouTube. Dus eigenlijk een soort van... Ik had gewoon een klein concept uitgedacht. Dat heb ik gemaakt. En dat voer ik uit. En in dat concept ga ik wel een soort van survivalen. Dus het is wel een soort overleven. Want op een gegeven moment raak ik mijn eten ook op in mijn voedsel. En is het wel de bedoeling om gewoon een beetje sterker te worden. Want ik heb bijvoorbeeld geen zaden. Ik heb geen worteltjes. Ik heb geen spullen. Alleen maar kip. En varkensvlees, bij wijze van spreken. Wat ik kan eten voor mijn gezondheid en voor mijn leven, om mijn leven te houden. Maar voor de rest moet ik het wel gewoon doen met die wereld waar ik nu in zit. En mensen, ik vind het jammer dat mensen het soms heel negatief zien. Want het is juist heel positief bedoeld. En mensen weten donders goed, ik ben niet goed in survival. Ik kan het wel, maar ik heb er ook vaak... Ik besteed gewoon niet veel aandacht aan. En daardoor is het een beetje verwaterd dat ik een survival serie begin. En daarom heb ik zoiets van, in de wereld van de Vinstijl is alles mogelijk. En... ja, is dat gewoon leuk? Ik ga het proberen nu, theetje trouwens. Je moet altijd heel klein slurpen. Je moet altijd slurpen. Altijd. Dat is gewoon iets met thee. Voorzichtig, je hebt ook een lepeltje, maar dan moet je gaan knoeien. Moet je zo gaan drinken, dat helpt allemaal niks. Nou ja, jullie weten het al. Vincent gaat natuurlijk weer zijn video afsluiten met vergeet niet te liken en te abonneren. Nou ja, bij deze dan. Maar ik vind het wel tof dat jullie gewoon deze video's kijken, theeluiten. En heb je een vraag? Heb je een opmerking? Heb je zoiets van Vincent, dit willen we heel graag zien op je kanaal? Dan mag je het altijd in de comments neertypen en ik ga ze zeker lezen. Bedankt voor het kijken van deze video en ik zie je de volgende keer terug. Hoop ik volgende week maandag met een nieuwe Wereld van de Vinstijl video en een theeluit video. Maar ik ga in die tijd natuurlijk nog wel andere video's maken en uploaden voor jullie speciaal. Dus ik zeg, laters! Even genieten jongens. Ja, sinaasappelthee is niet te missen, hè?